Dames en heren, welkom op de virtuele open schooldag van het GO Atheneum Mariakerke. Normaal gesproken zou u met open armen ontvangen hier in ons schoolgebouw. Maar ik vrees dat u genoegen zult moeten nemen met de virtuele versie. Toch willen we u graag net dezelfde informatie meegeven als anders. Wat mag u in deze uitzending verwachten? Eerst krijgt u een sfeerfilmpje te zien dat door twee vijfdejaars van onze school is gemaakt. Daarna zal ik zelf u kort de visie van onze school toelichten. Dan komen enkele leerlingen van de leerlingenraad aan het woord. Vervolgens legt onze directeur, mevrouw Van den Bossen, u de structuur van onze eerste jaar uit. De verschillende keuzemodules worden telkens kort toegelicht door de vakleerkrachten zelf. Meneer De Smit, onze adjunct-directeur, neemt u daarna mee doorheen de structuur van het tweede jaar, gevolgd door mevrouw Tavernier, een van onze leerlingbegeleiders, die u de studiemogelijkheden in tweede en derde graad uitlegt. U krijgt ook even een korte schets van de verschillende extra activiteiten die wij hier op school aanbieden. Daarna legt meneer Kins, leerlingbegeleider van de eerste graad, u met plezier onze leerlingbegeleiding en zorgaanbod uit. Mevrouw Sen zal u dan even doorheen een aantal praktische zaken loodsen, zoals de werking van het leerlingensecretariaat. Afsluiten doet meneer De Smit met een korte uitleg rond het aanmeldsysteem van de stad Gent en een feel-good filmpje van de leerkrachten. Daarna kan u via de chatfunctie in deze Teams nog live vragen stellen aan de directie en de leerlingbegeleiding. Wij zullen met plezier deze vragen live beantwoorden. Alvast bedankt voor uw aanwezigheid en tot straks. U zag net een filmpje dat door twee leerlingen uit het vijfde jaar werd gemaakt. Cas Christiaans hanteerde de camera en verzorgde de montage. Mauro de Keizer voorzag het geheel van muziek. Maar naast de sfeer is in een school ook de algemene visie zeer belangrijk. U heeft het ondertussen al enkele keren zien passeren. Het logo van onze school is een boompje met een hart. En dat is geen toeval. Als GO-school onderschrijven wij uiteraard het pedagogisch project van het GO, maar daarnaast leggen wij enkele eigen accenten. Onze visie laat zich samenvatten in vier kernwaarden. Kritisch, dynamisch, warm en duurzaam. Het duurzame aspect ziet u weerspiegeld in het groene karakter van onze school. We liggen midden in het groen en maken daar ook dankbaar gebruik van. Daarnaast moedigen we onze leerlingen aan om zoveel mogelijk met de fiets naar school te komen en beschikken we zelfs over een eigen fietsvloot. Maar dat duurzame vindt u ook terug in de manier waarop we onze leerlingen willen aanleren om zich duurzaam te ontwikkelen
en duurzaam te leren. En dat brengt ons dan weer bij het warme karakter van onze school. We bieden onze leerlingen een warme omgeving waarin ze zichzelf kunnen zijn, zichzelf kunnen ontdekken en vooral ook zichzelf kunnen ontwikkelen tot kritische, dynamische volwassenen. Het GO Atheneum Maria Kerke is er voor en door zijn leerlingen. Of, zoals het spreekwoord luidt, aan de vruchten kent men de boom. En daarom geven we nu ook graag de micro even door aan enkele leerlingen van de Leerlingenraad uit het eerste jaar. Hallo, ik ben Anna en ik ben lid van het Leerlingenraad. Iedereen die gemotiveerd is, kan dan ook meedoen aan het Leerlingenraad. Elke maand vergaderen we tijdens de middagpauze en soms werken we zelfs een project uit. Hallo, ik ben Sien en ik ben lid van de Leerlingenraad. Met de Leerlingenraad gaan we op zoek naar ideeën en suggesties voor de school die we dan voorleggen aan de directie. We mogen ook als eerste het examenrooster inkijken en goedkeuren. Helaas kunnen we dit jaar niet meer samenkomen omwille van corona, maar over enkele maanden hopen we dat we terug kunnen samenkomen. Nu geef ik graag het woord aan onze directeur, mevrouw Van den Bossen. Zij legt u de structuur van ons eerste jaar uit. Naast de 27 uur basisvakken werken we op dit atheneum met moduleuren. U krijgt dan ook telkens de verschillende modules uitgelegd door de vakleerkrachten. Geachte ouders, dames en heren, beste jongens en meisjes, van harte welkom op deze virtuele tour die u een blik geeft op onze school. Het voelt voor ons bijzonder raar aan om op deze manier onze school open te stellen. Maar toch hopen we dat we erin slagen om jullie een beeld te vormen. Ongetwijfeld zijn al de leerlingen van het zesde leerjaar al stilletjes aan het verlangen en dromen om vaarwel te zeggen aan de basisschool en op zoek te gaan naar nieuwe uitdagingen en kennis. Ja, iedereen kijkt ongetwijfeld reikhalzend uit naar wat het eerste middelbaar allemaal brengt. En spannend wordt het goed dan ook. Weg van de knusse basisschool en op weg naar de grote school, met vele nieuwe juffen en meesters. Elk uur een ander gezicht en ook wel soms een nieuw vak, nieuwe vrienden maken en zoveel meer. Wel, ik zal zo meteen even inzoomen naar de klasvloer en kijken welke vakken jullie allemaal mogen verwachten. Maar vooraleer ik daar meer ga over vertellen, wil ik toch nog even meegeven dat onze school een zesjarige structuur aanbiedt. We leven hier samen met 760 jonge mensen, elk met hun eigen interesses en kunnen. En ze hebben allemaal de intentie om verder te studeren. We zijn ook een pure ASO-school, of in de termen van de vernieuwing van het secundair onderwijs spreken we over een doorstroomgerichte school, wat betekent dat we de leerlingen finaal klaarstromen om verder te gaan studeren. Je hebt het daarnet ongetwijfeld al goed gehoord waar we voor staan. Uiteraard willen we deze visie toepassen op onze lessen en ons duurzaamheidsprincipe doortrekken naar de klas. We willen leerlingen kennis bijbrengen in een warme en ondersteunende omgeving en kansen geven om zich te ontplooien, met ons duurzaamheidsprincipe altijd in gedachten. Duurzaamheid door in de klas talenten te gaan ontdekken in een brede, modulaire ingerichte eerste graad, om dan die talenten verder te ontwikkelen in de tweede graad en te gaan verdiepen in de derde graad. We willen graag dat onze leerlingen zich ontwikkelen en de verworven vaardigheden ook in een nieuwe situatie kunnen gaan toepassen. Laat ons samen nu even gaan kijken wat we in dat eerste jaar allemaal mogen verwachten. In het eerste jaar hebben we 27 uur basisvorming, een globaal pakket. Daarnaast werken we ook nog met de modules. De modules zijn eigenlijk een keuzegedeelte waar ik u straks meer zal gaan over vertellen en
we richten ook nog voor de leerling een uurtje leersleutels in. Ik zei het daarnet al, we hebben een globaal pakket, maar in totaliteit in de week richten we 32 lesuren in, waarvan 27 uur basisvorming. En daarnaast de 5 uren in het complementair deel. Van deze 5 uren zijn er 4 uren door de leerling vrij te kiezen en wordt 1 uur ingevuld door onze school. Tijdens het uurtje leersleuters werken alle leerlingen van het eerste jaar rond leerlingenbegeleiding. Ze werken daar aan leren, leren plannen en leren kiezen in het teken van onderwijsloopbaanbegeleiding. En daarnaast wordt er uiteraard ook nog gewerkt hoe we samen in het leven staan en kijken we daar wat we allemaal rond burgerschap kunnen geven. Tijdens de modules kunnen de leerlingen proeven van Latijn en of verschillende andere vakdisciplines. Tijdens deze uitbreiding beklemtonen we altijd de accenten en de visie van onze school in het kader van kritisch, dynamisch, warm en duurzaam. Als we nu even kijken naar de tabel, dan zie je dat we in het basispakket de volgende vakken aanbieden. Je kan zelf even meevolgen met mij. We hebben 2 uur levensbeschouwing. Daarnaast een luik van gezondheid en beweging, wat we lichamelijke opvoeding gaan noemen. Een cluster mens en maatschappij bestaande uit aardrijkskunde en geschiedenis. We hebben dan ook nog het luik moderne talen, muzische vorming, Nederlands en de cluster stem. Die bestaat uit natuurwetenschappen, wiskunde en techniek. Zelf kunnen jullie ook even kijken uit hoeveel uren dit pakket eigenlijk allemaal bestaat in die tabel. Maar goed, misschien moeten we toch ook nog even kijken, want ongetwijfeld merk je dat er in de tabel vakken zijn aangeduid met een sterretje. Wel, in het basispakket van het eerste jaar worden er voor de vakken Frans, Nederlands en wiskunde nog meer de nadruk gelegd op differentiëren en richten we voor deze vakken een plusuurtje in. In die ruimte is ruimte om leerinhouden te gaan herbekijken of uit te diepen. Tijdens zo'n uurtje wordt gewerkt aan externe differentiatie. Leerlingen worden ondergebracht in verschillende groepen, uit de verschillende klassen, op basis van bijvoorbeeld niveau, prestatie, onderwijsbehoefte of belangstelling. Misschien toch ook nog even belangrijk om mee te geven dat het in het eerste jaar wordt gekozen om een aantal vakken deels te gaan evalueren met examens en anderzijds deels permanent. We willen de leerlingen eigenlijk zo goed mogelijk gaan voorbereiden en leren kennen. En om door te werken met permanent evalueren en met examens zorgen we eigenlijk voor een geleidelijke opbouw aan taakspanning. We willen in die eerste graad heel degelijk een evenwicht krijgen tussen die vakken dat we permanent gaan evalueren of gaan toetsen met examens. Op die manier beogen we eigenlijk een vloeiende overgang van de basisschool naar het middelbaar op het vlak van evalueren. Misschien even meegeven ook dat de vakken levensbeschouwing, lichamelijke opvoeding, artistieke opvoeding en techniek bijvoorbeeld permanent worden geëvalueerd, net zoals de modules. Misschien kunnen we nu ook samen even gaan kijken wat die modules allemaal zijn. En waar gaan we de leerlingen in dat eerste jaar allemaal kunnen laten van proeven? Wel, ofwel heb je de eerste keuze. Daar merk je dat je zowel in semester 1 als semester 1-2 Latijn kan kiezen, telkens bestaande uit 4 uur in de week. Ofwel het tweede keuzegedeelte, daar kan je kiezen uit Latijn, het ganse schooljaar door, en een module in het eerste semester en een module in het tweede semester. Ofwel heb je keuze 3, waar er eigenlijk de mogelijkheid bestaat om 4 modules te kiezen gedurende dit jaar.
Daaronder in de lijst kan je ook zien wat die modules allemaal inhouden. Je kan gaan kiezen uit ofwel cultuur en filosofie, verwant aan het domein gericht naar de humane wetenschappen, ofwel kiezen we voor duurzaam ondernemen. Daar richten we ons meer tot economie. Anderzijds heb je ook nog ecologie en groenbeheer, waar we eigenlijk op ons domein aan de slag gaan met de leerlingen en die meer in het domein wiskunde-wetenschappen past. Ofwel, voor de sportievelingen onder ons, kunnen we ook gaan kiezen voor sport. Anderzijds hebben we ook nog de module technologie en ICT, die echt heel hard gerelateerd staat uiteraard aan de cluster technologie en de STEM-vakken allemaal. En anderzijds heb je dan ook nog de WAP of de wiskunde anders bekeken, die uiteraard het domein wiskunde en wetenschappen aanbelangt. En dan hebben we ook nog de natuurwetenschappen op de wetenschappen, waar we eigenlijk aan de slag gaan in het labo en gerelateerd wordt aan het domein wiskunde wetenschappen. Nu, het is misschien ook nog even belangrijk, als de leerlingen daarin een keuze maken, dat er natuurlijk ook nog de klasraad na de examens wel eens kan kijken en zeggen van oké, we zien toch dat een leerling misschien toch wel wat nood heeft om extra een beetje taalondersteuning te krijgen of extra ondersteuning voor wiskunde. En dan kan de klasraad wel beslissen om een module eigenlijk te gaan schrappen en een module T-boost of W-boost, dus een taalondersteunende module of een wiskunde-gerelateerde module, aan te bieden. Nu, jullie zullen ook in de filmpjes straks kunnen zien dat die modules daar toch wel even degelijk uitgebreid aan het bod komen en ze gaan jullie ongetwijfeld een goed beeld geven, zodanig dat jullie weten ook wat jullie kunnen gaan kiezen. Alvast heel veel succes ermee! Binnen de module cultuur en filosofie gaan we zo'n beetje op ontdekkingstocht. Ontdekkingstocht naar wat is cultuur, wat is filosofie. De cultuur beginnen we te onderzoeken aan de hand van een aantal abstracte culturen. En dan gaan we een beetje terug naar wat is onze schoolcultuur, wat is de thuiscultuur. Wie zit er in onze klas? Zijn er leerlingen die met andere culturen al te maken gehad hebben? We gaan zoeken naar verschillen, maar we gaan gewoon vooral zoeken naar gelijkenissen. Wat verbindt ons zo allemaal? En dan het stukje filosofie. We gaan daar ook in op. Wat is dan nu filosoferen? Wat is denken? We gaan daar spellen rond doen. We gaan op stap. Filosofische gesprekken houden. Heel vaak gaan de leerlingen per twee op stap. Ze krijgen een filosofische vraag mee en dan gaan ze dat onder elkaar gaan bespreken. Ze gaan doorvragen, leren doorvragen, een beetje het Socratisch gesprek aangaan. En op die manier gaan we gaan ontdekken het hele jaar door. De module Duurzaam samenleven en ondernemen. Deze module gaat vooral over bewust consumeren. Wat houdt dat in? Eerlijke handel. De mensen die jouw t-shirt maken, zijn die wel eerlijk betaald? Hoe wordt dat vervoerd naar hier en welke kosten of onkosten gaan daarmee gepaard? Lokale handel. Is het nodig om een appel uit Australië te kopen of kan je een kopen uit de Limburg? Deeleconomie. Hoef je altijd alles aan te kopen of kan je het eventueel delen met buren of familie? Kan je het ruilen, kan je het doorgeven? En dan ook nog gaat een deel van onze lessen gespendeerd worden aan een beetje upcyclen en recycleren. Dat is dan meestal knutselen. In dit geval vandaag zijn we bezig met een project rond papierverspilling. En zijn we eigenlijk bezig met oud papier en karton te recycleren tot een enveloppe schabloon. En dan uiteraard ook de enveloppes die we daarmee gaan maken. Welkom in de module Ecologie en Groenbeheer. Zoals jullie zien zijn wij altijd actief bezig buiten. Alle lessen gaan buiten door en wij doen eigenlijk alles aan de hand van projecten. Dus er is een klein instructiemoment waaruit gelegd wordt wat de leerlingen juist moeten doen en kunnen doen. En dan gaan zij gewoon aan de slag. We hebben allerlei projecten zoals een moestuin,
een vijver en een beek die we maken om water op te vangen, terug te gebruiken. We zijn bezig met de aanleg van een wadi in de hoek waar eigenlijk water kan infiltreren in de ondergrond, zodanig dat de tuin ook een beetje natuurlijker wordt. En we zijn eigenlijk overal van alles aan het aanplanten. Momenteel zijn een paar leerlingen stekjes aan het maken van vlinderstruiken, want dat hebben we nog niet in de tuin. En we willen eigenlijk de omgeving rond de school veel diverser maken. Veel meer verschillende soorten planten, bloemen en eigenlijk ook ecologischer. Wat betekent ecologischer? Dat we eigenlijk gaan kijken naar een betere mix van planten, bomen en wij als leerlingen en als school die daar eigenlijk tussen zitten. Zodanig dat het praktisch is voor de dieren, maar ook voor de mensen. Groenbeheer houdt dan in dat we die projecten ook natuurlijk gaan onderhouden. Ja, we doen dezelfde kleine snoei hier in de binnentuin. We gaan de planten verwijderen die verwijderd moeten worden, zoals bepaalde bramen en klimop op de bomen. Het zogezegde onkruid, de planten die minder nuttig zijn voor de natuur, die gaan wij ook verwijderen, zeker in de moestuin en in de borders. Momenteel zijn de voorjaarsbloemen aan het uitkomen die we vorig jaar hebben geplant. En zo zie je dat de leerlingen die in het eerste jaar de module doen, eigenlijk meteen het jaar nadien al hun werk zien groeien. En dat is heel mooi aan de module Ecologie en Groenbeheer. Wobis salutem dico. De les Latijn wordt bij ons aangeboden in zowel 2 uur als 4 uur. Vroeger was de 4 uur de belangrijkste en de 2 uur moest maar zien dat ze mee waren. Momenteel zijn de leerplannen gemaakt op 2 uur Latijn. Dus wie de module Latijn 2 uur volgt, ziet cultuur, ziet teksten, ziet mythologische verhalen, maar ziet uiteraard ook grammatica. Waarom zou je nu nog Latijn volgen? Wel, uiteraard is er het aspect dat je beter leert studeren, want helaas, Latijn is een werkvak. Er zal altijd een toets zijn, altijd een taak, elke week opnieuw. Maar Latijn geeft je vooral een hele goede basis voor andere talen. Niet alleen de Romaanse talen die rechtstreeks van het Latijn afgeleid zijn, wat logisch is, maar het geeft je ook een inzicht in de taalstructuur van om het even welke andere taal. Daarnaast leren we Latijn dus ook eigenlijk alleen maar lezen. We leren het niet spreken, we gaan het ook niet schrijven. We leren het analyseren op een vrij wiskundige manier. Het gaat dus ook je analytische vermogen aanscherpen. Maar vooral, en dat is dan vooral het voordeel van de 4 uur Latijn, we gaan de verhalen zien. De cultuur, de teksten, de mythologie, de goden, de godinnen. En in de 2 uur komt dat uiteraard aan bod, maar in de 4 uur Latijn gaan we daar een pak meer op in kunnen gaan. Je krijgt veel meer van die cultuur. Je krijgt iets meer grammatica, maar eigenlijk niet veel. Want in het tweede jaar krijgen zowel de leerlingen die van de 2 uur komen, de leerlingen die van de 4 uur komen, apart les, zodanig dat zij op het einde van de eerste graad allemaal hetzelfde gezien hebben qua grammatica. Maar ook daar zal er dus meer ruimte zijn voor extra cultuur, extra tekst. En verder is Latijn eigenlijk gewoon een zeer aangenaam vak. Vraag het eigenlijk vooral gewoon aan leerlingen. Zij zullen dat met plezier beamen. In de module sport gaan wij veel sporten uitbreiden. We gaan jullie zo wat extra toernooien aanbieden, wedstrijdjes dat we gaan spelen. Maar we gaan jullie ook veel met nieuwe sporten laten kennismaken die je nog niet gedaan hebt, met zo velcro-truitjes, plakdingen, frisbee, hockey enzovoort. Zelfverdediging, dodgeball, boombal, dat zijn allemaal nieuwere zaken. Baseball zit daar bijvoorbeeld ook wel in. We gaan ook veel naar buiten met jullie als het goed weer is. Sporten we heel graag buiten. We hebben daarvoor veel plaats naast de school. We hebben een groot grasveld en een park. Maar we gaan ook met onze schoolbus graag op verplaatsing. Wij gaan ook vaak naar de Blarenmeerse, waar we dan ook vaak buiten gaan, waar we lopen en allerlei andere zaken doen. Beachvolleybal en zo behoort daar ook bij. Pret en amusement staat eigenlijk centraal en is heel belangrijk. We willen iedereen aanzetten om te sporten en motiveren om levenslang te bewegen en te sporten eigenlijk. Tijdens de lessen ICT en technologie gaan we aan de slag met allerlei vormen van software. Aangezien hardware maken zelf nog iets te moeilijk zal zijn. Maar we zien zaken zoals Scratch om te leren problem solven. En dat aan de hand van eigenlijk gratis programma's dat de leerlingen thuis ook zelf kunnen gaan gebruiken. Maar vooral ook gevorderde programmeertalen te beginnen opbouwen die in latere jaren ook nog aan bod gaan komen
in de andere stemrichting. In het tweede jaar kunnen de leerlingen dan ook verder kiezen voor een richting stem. In het derde en het vierde jaar gaan we daar dan verder op inbouwen bij de lessen ICT. En in het vijfde en het zesde jaar is er ook een mogelijkheid voor problemsolving als optie te kiezen. De module wetenschappen is een van de modules die de leerlingen bij ons op school kunnen kiezen. Het is dus geen vak van de basisvorming. Er is een duidelijk verband tussen de lessen van het basisvak natuurwetenschappen en de lessen van de module wetenschappen. Zo zullen we tijdens de lessen natuurwetenschappen ontdekken dat levende wezens zijn opgebouwd uit cellen en zullen we die cellen met de microscoop bestuderen. Wel, in de module wetenschappen gaan we nog een stapje verder. Want daar gaan we bijvoorbeeld pantoffeldiertjes kweken om dan te kijken met de microscoop hoe die kleine eencellige organismen zijn opgebouwd. Wanneer we tijdens de lessen natuurwetenschappen onderzoeken dat biotopen zijn samengesteld door diverse organismen, wel dan gaan we tijdens de modulewetenschappen bijvoorbeeld in de wintermaanden een onderzoek voeren naar de winterslaap en de meest geschikte plaats om een winterslaap te houden in het park vlak bij ons op school. De module wetenschappen is een onderzoekende module en die zal de leerlingen begeleiden in hun eerste stap in een lab. Ik ben zelf oud-leerling van deze school. Dat wil zeggen dat ik mijn liefde voor wetenschappen, literatuur en ethiek tussen deze schoolmuren heb kunnen ontplooien. En wie weet ontdek jij ook wel jouw liefde voor wetenschappen hier bij ons op school. Hallo, welkom bij de WAP. WAP staat voor Wiskunde Anders Bekeken. En dat mag je zeker letterlijk nemen, want in deze module gaan wij de wiskunde echt op een andere manier gaan bekijken. Zo gaan we vooral op zoek naar hoe wiskunde verwerkt zit in het dagelijkse leven. Zoals bijvoorbeeld in de natuur, in de kunst, in bijvoorbeeld de muziek. Of zelfs als we terugkeren in de geschiedenis naar hoe werd de wiskunde eigenlijk verwerkt of toegepast tijdens Wereldoorlog 2. En eigenlijk ja, nog zoveel meer natuurlijk. We proberen in deze module de leerling te gaan prikkelen door een op een uitdagende, speelse en onderzoekende manier aan de slag te laten gaan. En hiervoor gebruiken we diverse alternatieve didactische werkvormen. En eigenlijk is echt onze intentie om in de schoonheid van de wiskunde te laten zien en hun vooral hun passie en hun inzicht voor het vak te gaan vergroten. Natuurlijk is er op onze school meer dan het eerste jaar alleen. Onze adjunct-directeur, meneer De Smit, loopt u daarom nu doorheen de structuur van ons tweede jaar. Gevolgd door mevrouw Tavernier, ledenbegeleider van de hogere jaren, die u de structuur van het tweede en het derde graad uitlegt. In het eerste jaar laten we onze leerlingen kennismaken met verschillende interessevelden via modules. Daarin kiezen ze voor 4 uur een module of meerdere modules om te kijken wat hun talenten zijn. In het tweede jaar bouwen we daar eigenlijk op verder, want modules die kunnen ze niet meer kiezen, maar in het tweede jaar spreken we over basisopties. Naast de basisvorming van 25 lesuren kunnen leerlingen uit 3 basisopties kiezen. Deze basisopties gaan over 5 uur over de ganse week. 25 uur basisvorming en 5 uur basisopties leveren ons nog 2 uur differentiatie op waar leerlingen nog extra kunnen gaan kiezen. Ik overloop even samen met jullie de basisvorming van 25 lesuren. Daarin zie je dat eigenlijk de basisvorming niet zo heel veel verschilt van in het eerste jaartje. Het aandeel basisvorming is wel wat geminderd, omdat leerlingen nu al een klein stukje gaan extra kiezen in dat tweede jaartje. Maar weet dat wat leerlingen ook kiezen extra in dat tweede jaartje, dat het eigenlijk geen voorafname wordt voor het derde jaar. Uiteraard voor Latijn is dit een uitzondering. In die basisvorming hebben we 2 uur niet-confessionele zedeleer of andere levensbeschouwing. Daarnaast hebben we ook lichamelijke opvoeding 2 uur. Dat blijft gelijk zoals in het eerste jaartje. Een eerste verschil zit hem in geschiedenis en aardrijkskunde, want in aardrijkskunde hebben we 1 uurtje ten opzichte van 2 uur in het eerste jaar, maar dat wordt gecompenseerd door een geschiedenis die nu 2 uur wordt in plaats van 1 uurtje in het eerste jaar. Een nieuw vak die voor elke leerling aan bod komt in dat tweede jaar is economie. Daarvan krijgen leerlingen 1 uurtje in de week. Engels, Frans, dat komt op 2 en 3 uur in de week. Dat zijn de moderne vreemde talen in het tweede jaar.
Artistieke opvoeding, dat vak blijft in het tweede jaar, maar wordt veranderd naar het domein beeld. In het eerste jaartje was het domein eerder gericht op klank. In het tweede jaartje verandert dat accent naar beeld. Ook hebben we uiteraard een grote portie Nederlands, onze standaardtaal, 4 lesuren. En dan de wetenschappen in de cluster STEM bevatten natuurwetenschappen 2 uur, wiskunde 4 uur en techniek 1 uurtje. Dus u merkt dat het aandeel basisvorming aangepast wordt van 28 uur naar 25 uur, maar dat betekent dat leerlingen in het tweede jaar meer kunnen gaan kiezen. En de eerste keuze die gemaakt wordt, is in de basisopties. Leerlingen bij ons op school kunnen uit 3 basisopties kiezen. Een eerste keuze kunnen ze maken voor klassieke talen. Leerlingen die in het eerste jaartje 4 uur Latijn of 2 uur Latijn hebben gekozen, die kunnen eigenlijk aansluiten binnen de basisoptie klassieke talen. Daarin hebben ze dan extra 4 uur Latijn en 1 uur Grieks als kennismaking. Uiteraard dat Grieks, dat kan verder gevolgd worden bij ons op school in de tweede graad in de richting Grieks-Latijn. Een andere keuze die leerlingen kunnen maken is de combinatie van talen en wetenschappen. In de basisoptie moderne talen, wetenschappen. Daarin krijgen ze allemaal wat extra wetenschappen en extra talen. Een uurtje Nederlands komt erbij, een uurtje Frans en een uurtje Engels. En daarnaast 2 uur wetenschappen. Een derde keuze die leerlingen kunnen maken, dat is leerlingen die heel erg geïnteresseerd zijn in enkel die wetenschappen. Deze leerlingen kunnen eigenlijk gaan kiezen voor stemwetenschappen. Daarin komen enkel de wetenschappen aan bod, met ook nog een extra uurtje wiskunde en gekoppeld met 2 uur technologie en ICT. Het is de bedoeling dat binnen die basisopties, moderne talen, wetenschappen, als ook bij stemwetenschappen, dat er vakoverschrijdend wordt gewerkt. Dus er zijn een aantal projecten die gedurende een aantal weken lopen, waarin de verschillende vakken samen aan bod komen. Dit is dus een eerste keuze die leerlingen moeten maken. De basisvorming, dat is voor iedereen gelijk, maar die basisopties, daar maken we al een eerste keuze in. Dat betekent dat we al 25 uur basisvorming en 5 uur basisoptie hebben, dan komen aan 30 lesuren. Dan schieten er nog 2 uurtjes over voor de differentiatie. En we maken telkens een keuze. Per basisoptie kunnen leerlingen eigenlijk nog 2 uur gaan kiezen. Voor de differentiatie klassieke talen is dat ofwel keuze 1, 3 mogelijkheden waaruit ze er 2 gaan kiezen. Dus ze kunnen ofwel voor wiskunde, ofwel extra Nederlands, ofwel cultuur en maatschappij kiezen. Ze kiezen er 2 uurtjes uit van die 3. Of leerlingen kunnen zeggen, nee, binnen die klassieke talen, ik heb liever wat extra wetenschappen, dan kunnen ze voor die 2 uur extra wetenschappen gaan. De keuzemogelijkheden voor de differentiatie voor de andere 2 basisopties, voor de moderne talen wetenschappen en voor de stemwetenschappen, is identiek, namelijk keuze 1 is, leerlingen kiezen 2 van de 3 mogelijkheden, extra wiskunde, extra Nederlands of cultuur en maatschappij. Of hier kunnen leerlingen gaan extra kiezen voor sport. Dan hebben ze 2 uur extra sport in de week. Dit zijn de mogelijkheden voor het tweede jaar, waar het de nadruk ligt op het verder gaan ontdekken van die talenten, om dan uiteindelijk de keuze te maken in de derde graad voor een bepaalde richting. Goedemiddag beste ouders, beste leerlingen. Ik ben Sylvia Tavernier, de leerlingbegeleider van het Atheneum Mariakerke. Niet specifiek voor de leerlingen van 4 tot en met 6. Ik ga het vandaag hebben over de studiekeuzebegeleiding bij ons op school. Het is zo dat wij een school zijn die alleen richtingen aanbiedt binnen de doorstroomfinaliteit. Dat betekent eigenlijk dat onze studierichtingen theoretisch abstract zijn, want wij willen onze leerlingen voorbereiden op het hoger onderwijs. Dat kan zijn een academische bachelor of een professionele bachelor. Nu, de leerling moet uiteraard zelf zijn eigen schoolloopbaan uitstippelen en zijn verantwoordelijkheid hierin nemen. Gelukkig staat hierbij niet alleen, er wordt bijgestaan uiteraard door jullie ouders, maar ook door medeleerling, het volledige schoolteam en ons CLB. Waar besteden wij heel veel aandacht aan? Voor ons is het belangrijk dat een leerling beseft dat hij een keuze zal moeten maken
Een tweede is dat een leerling eens moet nadenken over zichzelf. Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Dan gaan we samen met de leerlingen eens nagaan wat er allemaal aan aanbod is binnen dat onderwijs. Welke beroepen zijn mogelijk? En aan de hand van al die informatie zou de leerling uiteindelijk moeten komen tot een goede studiekeuze. Daarnaast gaan we als school ook extra aandacht besteden aan een aantal scharniermomenten. Welke zijn die scharniermomenten? Dat is de overgang van 2 naar 3. Van 4 naar 5 en uiteraard van het 6e naar het hoger onderwijs. Wat doen we aan extra op die momenten? We gaan dan, dat is dan het CLB en de leerlingbegeleider, gaan onze leerlingen gaan toespreken en uiteindelijk een uiteenzetting geven over wat er allemaal bestaat aan verdere studiemogelijkheden. Dan gaan we ook een enquête organiseren en in die enquête gaat de leerling aanduiden welke studierichting hij zou kiezen. De klastitularis gaat met die leerling in gesprek en op het einde van het jaar gaan we vanuit de klasraad ook nog eens een advies geven over die studiekeuze. We hopen dat op die manier onze leerlingen echt gewapend zijn om een goede studiekeuze te maken. Wenst u meer informatie over de studierichting op onze school? Neem dan zeker een kijkje op onze website. Bedankt voor uw aandacht. Dag. Uiteraard is er op onze school ook plaats voor een aantal activiteiten in en buiten de lesuren. Eerst en vooral zijn er onze GWP's. Onze geïntegreerde werkperiodes, ook wel schoolreizen genoemd. Het tweede jaar trekt een weekje naar Bredene om er te werken in en rond de zee en alles wat zij te bieden heeft. In het vierde jaar gaan we diezelfde zee over, richting Engeland, om er Londen en omgeving grondig te verkennen en ons te verdiepen in de Engelse taal en cultuur. Het zesde jaar gaat alweer de bus op richting Italië, om onder andere in Firenze, Siena en Venetië zich onder te dompelen in kunst en cultuur. Voor de andere jaren zijn er in diezelfde weken thuisprojecten voorzien, waarin we werken aan de realisatie van een aantal overkoepelende leerplandoelstellingen. Daar zijn overigens ook een aantal losse projectdagen voor voorzien, net zoals een talen- en een wetenschapsdag. Onze middagpauze is vrij kort. Maar wie wil, kan gedurende die pauze mini-voetballen of badminton spelen. Daarvoor hangen er intekenlijsten op. Eenmaal per week komt over de middag ook de schaakclub samen. Daar kunnen de leerlingen het spel aanleren of zich met elkaar meten in wedstrijdjes. Sportwedstrijden worden er dan weer gespeeld op woensdagnamiddag, wanneer we deelnemen aan diverse interscholen competities in het voetbal, zwemmen, atletiek, pingpongen of volleybal. Leerlingen kunnen zich ook engageren voor de leerlingenraad of het project Scholenbanden. Via dat project hebben we een nauw samenwerkingsverband opgebouwd met de St. Mary's High School in Kiruhura, Rwanda. De leerlingen houden contact met elkaar, leren van elkaars cultuur en onderwijs en af en toe zijn er ook uitwisselingen van leerkrachten en leerlingen. Voor de leerlingen die graag wat meer cultuur opsnuiven, zijn er het Kammencultuurtje en de cultuurcel. Op vrijwillige basis kunnen de leerlingen aan voordelige prijzen concerten bijwonen, theater, dans of zelfs opera. Maar vooral is er ook het toneel. Al bijna 20 jaar is er onze eigen toneelgroep, samengesteld uit leerlingen uit alle jaren. Er wordt gerepeteerd op woensdagmiddag en in de kerstvakantie. En alle leerlingen die willen, kunnen deelnemen. Het stuk wordt door hen zelf via improvisatie geschreven. Na de kerstvakantie wordt het stuk dan een aantal keer opgevoerd en is meestal uitverkocht. We geven ook een voorstelling voor de basisscholen uit de buurt met groot succes. Los van al deze activiteiten zijn er natuurlijk ook per jaar verschillende vakgebonden uitstappen en projecten. Meer daarover kan u terugvinden op onze website in de verslagen daarvan. U krijgt nu een filmpje te zien waarin meneer Kins, leerlingbegeleider van de lagere jaren, u ons zorgaanbod en onze leerlingbegeleiding voorstelt. Mevrouw Sen zal u daarna doorheen een aantal praktische zaken loodsen, zoals de werking van het leerlingensecretariaat. Beste ouders, beste
Jongen en meisje, ik ben Werner Kins, ik ben de leerlingbegeleider op deze school voor het eerste, het tweede en het derde jaar. Met de leerlingbegeleiding op deze school beogen we voornamelijk twee zaken. Ten eerste het ontdekken en het verder ontwikkelen van de talenten van de leerling. Ten tweede de omstandigheden zo maken dat de leerling in een goede situatie is om te leren. Hierbij denken we vooral aan het sociaal welzijn en het emotioneel welzijn van de leerling. Hiervoor werken we dan ook samen met het hele schoolteam. Met leerkrachten, met onderhoudspersoneel, met secretariaatsmedewerkers, met het CLB, met iedereen op deze school. Een heel belangrijke plaats daarvoor is wel weggelegd voor de klastitularis. De klastitularis zal heel vaak het eerste aanspreekpunt zijn tussen de jongeren en de school, maar zal ook de vertolker zijn van de school uit naar de ouders toe. Een leerling kan bij ons komen om een gesprek aan te vragen, om een bepaald probleem aan te kaarten. Maar dat kan u ook als ouder. Dit kan ook als leerkracht. En dan zullen we samen dit probleem proberen te behandelen. Het doel is altijd eigenlijk van de leerling zelf tot een oplossing te laten komen. Dat is het eerste doel. Heel veel problemen, heel veel vragen zullen wij als school zelf kunnen oplossen. Mocht dit niet het geval zijn, dan gaan wij zeker graag samenwerken met externe zorgverstrekkers. Hoe kan u contact met ons opnemen? Wel, u kan dat via Smart School doen, u kan dat via een telefoontje doen. Maar als het dringend is, mag u altijd zeker ook op school langskomen. Blijf vooral niet met vragen, met problemen rondlopen, maar kaart ze aan, samen kunnen we naar een oplossing zoeken. Ook ik wil jullie heel hard welkom heten op deze school. Mijn naam is Anke Mergiers en ik werk in het Centrum voor Leerlingenbegeleiding samen met nog drie andere collega's. Wij werken in een multidisciplinair team. Dat wil zeggen, ik ben de psycholoog. Dan heb ik Kavé Mahmoudi, de maatschappelijk werker. Chabeli Snoek is onze verpleegkundige. En Anouk van Lander is onze CLB-arts. Samen met ons team bedienen wij deze school in die zin dat wij eigenlijk wekelijks overleg hebben met de school en dat wij elke leerling waar dat er een of andere zorgvraag rond is bespreken, om dan zo met alle betrokken partijen te zoeken naar een oplossing. We werken vraaggestuurd, dat wil zeggen dat eigenlijk elk van jullie bij ons terecht kunnen. Dus zowel de ouders, de leerkrachten, de school, ook externe partijen, maar zeker ook belangrijk zijn de leerlingen zelf. We merken ook in deze tijd dat het heel belangrijk is dat we laagdrempelig kunnen werken en dat ook de leerlingen heel erg welkom zijn bij ons voor een gesprek. Wij geven ook te kennen wanneer dat we bereikbaar zijn en op welke manier. Eventueel ook via Smart School kan er een afspraak gemaakt worden. Wij begeleiden op verschillende domeinen. En dat is leerlingen begeleiden naar leren en studeren. Maar ook de onderwijsloopbaan komt aan bod. Het psychosociaal functioneren is heel belangrijk. En dan het medische luikje, dat wordt opgenomen door onze medische discipline. Wij zijn dus steeds bereid om al jullie vragen te horen. En gaan dan samen in ons team bekijken hoe dat we best kunnen helpen. Ik overloop voor u graag een aantal praktische zaken. Onze schooldag begint om 8:30 's morgens. Dan volgen er 3 lesuren en om 11:00 is er een kwartiertje pauze. Daarna volgen opnieuw 2 lesuren tot 1:55. Onze middagpauze duurt 50 minuten en de namiddag begint dus om 14:45. 2 lesuren later eindigt de lesdag om 3:55. Alleen in de derde graad kan daar soms nog een extra uur bij komen, tot 4:15. Over de middag blijven al onze leerlingen van het eerste, tweede en derde jaar op school. Vanaf het vierde jaar mogen de leerlingen over de middag de school verlaten als zij daar toestemming van hun ouders voor hebben. Wij bieden hier in ons eigen schoolrestaurant elke middag een warme maaltijd aan. Zowel een normale als een vegetarische schotel. Er is ook altijd verse soep voorhanden, er zijn koude schotels en ook diverse zelfgemaakte belegde broodjes. Uiteraard kunnen leerlingen ook gewoon hun eigen lunch meebrengen van thuis. Voor het aankopen en eventueel huren van school- en leerboeken werkt het GO Atheneum Mariakerke sinds een aantal jaren samen met de firma Edink. Via hen kan u begin juli meteen het correcte pak schoolboeken voor de gekozen studierichting bestellen. De boeken worden dan in de loop van de grote vakantie geleverd.
Maar uiteraard staat het u volledig vrij om zelf de boeken aan te schaffen. Naast de kostprijs van de boeken is er natuurlijk nog een aantal kosten verbonden aan de school. Zoals de kosten van kopieën, uitstappen, vervoer van en naar de sporthallen, de sportdag. Tweemaal per jaar stellen wij voor die kosten een gedetailleerde factuur op. Een raming van de kosten per leerjaar vindt u terug op de website. Voor het vervoer van en naar de school vragen wij onze leerlingen om zoveel mogelijk te voet, per fiets of met het openbaar vervoer te komen. Onze school is vlot bereikbaar met diverse lijnen van de bus. Er is zelfs een halte aan de school zelf. Tot slot willen we u ook op wijzen dat onze school werkt met het systeem van Smart School. Alle communicatie met onze leerlingen en ouders verloopt via dit systeem. Briefwisseling, berichten, schoolagenda, oudercontacten, leerlingenvolgsysteem. In het begin van het schooljaar leggen we onze leerlingen de werking hiervan uit en krijgt ook u toegang via een co-account. Alle praktische vragen kan u terugvinden op onze website www.ateneummariakerke.be. Veel zaken staan daar ook een pak uitvoeriger uitgelegd. Als u dan toch nog andere praktische vragen heeft, kan u die straks via de chat stellen. Wij zullen die met plezier voor u beantwoorden. Hallo, ik ben mevrouw Sivtier, een enthousiast teamlid van GO Atheneum Mariakerke. Ik ben opvoedster van tweede graad sedert vorig schooljaar. Ik ben samen met mijn collega's mevrouw Van den Bergen, mevrouw Haspeel en mevrouw Kokuit het aanspreekpunt van de leerlingen en de ouders. Ons taken bestaan vooral uit het opvolgen van de leerlingdossiers, aanwezigheden, telaatkomers en we nemen ook nog permanenties op tijdens de week en we begeleiden ook de avondstudie. De leraarskamer bevindt zich hier en kunnen de leerlingen voor bepaalde vragen de leerkrachten hier terugvinden tijdens de pauzes. De lokkers worden bij ons verhuurd begin van het schooljaar. De leerlingen kunnen gans het jaar hun grief hier bewaren. In het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen ook eetmaalkaarten. Zo kunnen ze in onze schoolrestaurant een soep, een warme maaltijd, een broodje en een snack en een drankje kopen. Wij hopen jullie te verwelkomen en elkaar te ontmoeten. Dan geven we nu graag het woord aan de mensen van de ouderwerking. Zij zijn onmisbaar voor ons en daarom mochten zij in deze uitzending niet ontbreken. Goeiedag allemaal. Mijn naam is Bart de Waalen, dit is Barbara en wij vertegenwoordigen de ouders van deze school. Wij zijn lid van de ouderwerking. Wij focussen op twee bepaalde grote punten. Het eerste punt is, we zorgen dat we genoeg geld binnenkrijgen. En dat doen we door bijvoorbeeld activiteiten te organiseren. Bijvoorbeeld de afterwork party gaan we organiseren. We steunen de scholen in verschillende activiteiten die zij doen. En dat spijst een beetje onze spaarpot, zal ik zeggen. Hè. Met dat geld, en dat is het tweede grote doel, met dat geld, dan kopen we dingen aan voor de kinderen van deze school. Wij helpen de kinderen hier op school. We hebben er alle belang bij om zoveel mogelijk te sparen en op te brengen, zodanig dat we zoveel mogelijk kinderen kunnen helpen. Wat doen wij onder andere? Wij geven elk kind in het eerste jaar geven een rekenmachientje. Wij betalen dat. Uw kind krijgt dat gratis. Wij kopen die fietsplaatjes aan en we delen dat uit aan de kinderen die met de fiets komen. Ook sponsoren we de fluoacties en geven we daar prijzen aan. Wij kopen boeken aan voor de klasbibliotheken en de schoolbibliotheken. Ja, natuurlijk hoort dat een beetje, en we doen nog veel andere dingen. Ik moet er af en toe een keer aan terugkijken wat we allemaal nog doen. Hè. Maar we doen eigenlijk heel veel. Maar dat vraagt natuurlijk een paar dingen van ons. Hè. Eerst en vooral gaan we vergaderen. We overleggen wat belangrijk is en wat we zeker niet mogen vergeten. En dan is het natuurlijk ook een beetje onze groepsvorming. Hè. Het is belangrijk dat de ouders een heel hechte groep vormen en dat de moeilijkheden en de zaken goed kunnen besproken worden. En dat is dan ook nog een puntje. We gaan in dialoog met de school. Dat vinden we heel belangrijk. Als er iets is dat we niet akkoord mee gaan, dan overleggen we dat met de directies. En omgekeerd ook. De directies vragen soms dingen van ons, wat wij dan eigenlijk een beetje moeten verzorgen. Verder zijn we ook nog hier voor uw vragen te beantwoorden. Als je een vraag zou hebben, dan mag je die altijd stellen naar onderstaande mail. Wij lezen die en wij zullen die zo vlug mogelijk beantwoorden.
Hetzelfde met de suggesties. Als je iets hebt dat je zegt van hey, dat is nog een goed idee voor jullie of voor de school. Wij zorgen er ook voor. Dus wij zijn hier eigenlijk om jullie en uw kinderen te helpen op deze school zich te ontwikkelen. Wij hopen dat we ons best doen. En nog één dingetje, als je zin hebt om ons te vervoegen, kom maar af. Je bent welkom. Alle hulp is welkom. Indien u verdere vragen heeft, kan u die gerust stellen op ons mailadres. Dat is ouderwerking@ateneummariakerke.be. Wil u gerust nog even verdere info nakijken, dan surft u naar de website van de school en klikt u onder de rubriek Ouderwerking. Graag tot ziens. Iets wat ook altijd veel vragen oproept, is het meld je aansysteem van de stad Gent om uw kind in te schrijven. Meneer De Smit zal u doorheen deze materie loodsen, maar u kan alles ook uitgebreid nalezen op onze website. Volgend schooljaar is het zover. Je zoon of dochter zet de eerste stappen in het middelbaar onderwijs. Hopelijk heb je al wat kunnen kijken naar andere scholen, maar meer bepaald zeker naar onze school. Het is zo dat we in Stad Gent en een aantal randgemeenten werken met een aanmeldingssysteem. En het is de bedoeling dat ik jullie in de komende momenten wat extra uitleg geef over dat aanmelden. We gaan dat doen in 3 stappen. Namelijk naar de secundaire school gaan in 3 stappen. En de eerste stap daar is heel belangrijk, het stapje scholen kiezen. Ik raad jullie zeker en vast aan om meerdere scholen te kiezen als voorkeursscholen. Wat belangrijk is natuurlijk, is dat je zeker geen scholen aanduidt waar je kind niet naartoe wil gaan. Let ook op, 1 school aanduiden houdt een risico in. Want wanneer het systeem zegt dat de school dat je hebt aangeduid geen plaats heeft of dat je ticket niet krijgt voor die school, dan betekent dat dat eigenlijk er geen plaats voor jouw zoon of dochter is via het aanmeldingssysteem en dat je moet wachten tot 5 mei om je zoon of dochter in te schrijven. Dus dit houdt zeker en vast een risico in. Let ook op de volgorde van de scholen, want die is belangrijk. Je kunt dat tijdens het aanmelden ook nog gaan aanpassen tot op de laatste dag, namelijk 21 april. Hoe zit het nu heel specifiek in elkaar? U gaat uw zoon of dochter moeten aanmelden. En je kan dat doen via het meldjeaansecundair.gent.be. Belangrijk voor onze school is uiteraard dat uw zoon of dochter het getuigschrift van het basisonderwijs zal hebben om te kunnen starten in 1A. U kunt dit doen, het aanmelden, tussen 22 maart 12 uur 's middags en 21 april 12 uur 's middags. Het tijdstip van aanmelden is zeker niet belangrijk. U hoeft zich dus niet te haasten op 22 maart om uw kind aan te melden. U heeft de volledige periode de tijd om uw zoon of dochter aan te melden. De volgorde speelt zeker geen belang. Indien u zich niet aanmeldt, dan is dat een risico, want dan kan je kind niet rechtstreeks gaan inschrijven of krijgt u geen ticket en kunt u uw kind pas rechtstreeks gaan inschrijven wanneer er nog vrije plaatsen zijn op de scholen en dit pas vanaf 5 mei. Wanneer u zich wel heeft correct aangemeld, dan krijgt u op 3 mei via een mail het resultaat. En dan zijn er een aantal mogelijkheden. Ofwel zegt u, ik heb een ticket gekregen voor mijn zoon of dochter in de voorkeursschool en ik wil ook dat mijn zoon of dochter naar die school gaat. Dan is er geen probleem en dan zal u van de school uiteindelijk ook nog een bericht krijgen om verder te gaan inschrijven. Wanneer u een ticket heeft ontvangen dat niet uw voorkeur draagt, dan zal u ook op de wachtlijst staan van de school die u als eerste heeft aangeduid. Dan is het afwachten en kijken hoe de procedure verloopt om eventueel toch nog die plaats te bemachtigen. Als u de periode hebt afgewerkt en uw ticket heeft ontvangen van de school, dan gaat u op school de leerlingen kunnen inschrijven of uw zoon of dochter kunnen inschrijven tussen 5 en 31 mei. Indien dat niet het geval is en je de ticket niet ontvangen heeft van uw voorkeursschool, dan raden we allen aan om toch in te schrijven op de school waarvan u het ticket krijgt, maar dan af te wachten tot wanneer er eventueel een plaats vrijkomt op die voorkeursschool. Ook opletten met de voorrangsregeling broers en zussen.
Want er geldt inderdaad een voorrangsregeling voor broers en zussen. Maar ook hier, deze leerlingen moeten zich ook aanmelden via het aanmeldingssysteem. En daar kunt u ook aanduiden dat u wil van de voorrangsregeling gebruik maken. Het is ook zo dat halfzussen en halfbroers ook van die voorrangsregeling kunnen gebruik maken. En dat zelfs stiefzussen en stiefbroers, indien ze op hetzelfde adres wonen, ook hiervan gebruik kunnen maken. Ook opletten tijdens het aanmelden, want daar moet u ook aanduiden of uw zoon of dochter een indicator of een niet-indicator leerling is. Dat betekent dat het belangrijk is omdat daar een aantal voorwaarden aan zijn verbonden. Een leerling die indicatorleerling is, voldoet aan twee voorwaarden. Enerzijds ontvangt de leerling of het gezin een schooltoeslag tijdens het huidige schooljaar of vorig schooljaar. Tweede voorwaarde is dat de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft of een getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs. Wanneer aan deze twee voorwaarden wordt voldaan, dan kunt u ook in het aanmeldingssysteem aanduiden dat u wil gebruik maken van de indicator. Opgelet. Als u zich aanmeldt via het aanmeldingssysteem, dat betekent nog niet dat uw zoon of dochter is ingeschreven. Wanneer u uw ticket ontvangt op 3 mei 2021, dan gaat u vanaf dan de procedure moeten volgen specifiek voor de school. Bij ons op school zal u de dag nadien een mail ontvangen met de volledige procedure. Omwille van coronamaatregelen zal het zijn dat het heel wat administratief digitaal zal gebeuren via een Google Form, maar op het einde zou er nog de mogelijkheid zijn om toch nog even naar school te komen om de handtekening te plaatsen of eventueel nog een kleine vraag te laten beantwoorden. Dat gebeurt dan op 4 mei. En vanaf dat is gebeurd, vanaf dat u alle documenten heeft ingevuld en ondertekend, dan is uw zoon of dochter definitief ingeschreven in de school. Opletten met de voorrang en met de wachtlijsten, want u heeft de tijd om in te schrijven tot 31 mei 2021. Dat betekent dat wanneer u uw zoon of dochter op de school met het ticket niet heeft ingeschreven voor 31 mei, dat die plaats ook vervalt en dat er andere leerlingen die op die wachtlijst voor die school staan, zullen ingeschakeld worden. En dan bent u die plaats ook kwijt en dan moet u kijken naar andere scholen waar er nog vrije plaatsen zijn. Voor onze school, wij hebben 165 plaatsen in het eerste jaar toegekend, dus laat ons hopen dat u zeker en vast de kans krijgt om zich bij ons op school in te schrijven. Dames en heren, we zijn aan het einde gekomen van onze uitzending voor de Open Schooldag. We hopen dat we u voldoende informatie hebben kunnen geven, dat we al uw vragen hebben kunnen beantwoorden, en dat we u vooral warm hebben kunnen maken voor onze school. Alle informatie tot en met de filmpjes van de modules en de verschillende vakken is uitgebreid terug te vinden op onze website www.ateneummariakerke.be. Uit ervaring weten we nochtans dat er altijd nog enkele vragen zijn die u graag beantwoord zou zien. Daarom geven we u graag de gelegenheid om, na afloop van het Feel Good filmpje dat de leerkrachten opgenomen hebben om de vorige grote vakantie in te zetten, live via de chat nog vragen te stellen. We hebben namelijk een studiootje opgezet hier op school, zodat wij ook live voor de camera uw vragen kunnen beantwoorden. Aarzel dus niet om bijkomende informatie te vragen. Na het filmpje ziet u ons live aan het werk. Bedankt voor uw aandacht en uw interesse in onze school. En we hopen u binnenkort in levende lijven te mogen begroeten op ons School Atheneum Mariakerke.